Hij zal niet naar Harderwijk teruggaan, want ik denk dat hij is bekend. En ik denk niet dat het verstandig is om terug te gaan naar de plaats waar hij bekend is. Kan hij naar het buitenland? Nou, als hij dus op een gegeven moment in die periode dat hij voorwaardelijk vrij is, plannen zijn om zich ergens anders te vestigen, dan zal dat beoordeeld moeten worden op dat moment. Waar gaat hij naartoe? Zijn de voorwaarden na de leven die hij hier heeft opgelegd gekregen? En dan zal een overleg met het Openbaar Ministerie bekeken worden of dat kan.